Speeldag 1 van de playoffs, dat was ongelooflijke tovenarij in de Gelamco Arena. Dat was een cameo van Nina Derwaal. Wij stonden daar onder toeziend oog van onze bondscoach Tedesco. Er was ook overdadig gebruik van toiletpapier in Genk en een toverende tresor. En Antwerpse handjes in Brussel en Van Bommel die niet naar de concurrentie kijkt. Ik zal je eerlijk zeggen, daar heb ik nog helemaal niks van gezien. En niet onbelangrijk, Daan Heijmans die bij ons op kantoor een 180 gooit. Eerste keer in mijn leven, jammer genoeg buiten beeld. We beginnen onze playoff stories in de Gelamco Arena met 3-1 winst voor Gent. Heel wat mooie doelpunten en deze gruwelijke pannen van Hong. Wauw. Daan, als jou dit overkomt, wat doe je dan? Ik denk dat het mij nog niet overkomen is, maar ik denk dat ik er wel mee zou kunnen lachen. Ik denk dat het wel is overkomen. Ik denk dat we een stagiair gaan moeten opbellen of vragen om het eens te gaan opzoeken. Succes ermee. Ja, dankjewel. We gaan even terug naar voor de wedstrijd, waar we deze tweet zagen van Geert de Kaastekker. Nauwelijks 6.300 supporters in de Gelamco Arena, schrijft hij. Het waren er uiteindelijk 7.800. Maar het is al wel vaker een topic geweest dat Gent moeilijk zijn stadion lijkt te vullen. Ik denk dat dat iets is dat al enkele jaren speelt. De tijden van de Champions League en het kampioenschap was het gemakkelijk om stadion te vullen. Ik denk de gracht dat ze daar hebben tussengelaten, heb ik in het begin gehoord dat dat nog was om het stadion uit te breiden op termijn. Maar ik denk dat al deze moment niet aan de orde is. Bij de persconferentie voor de wedstrijd had Hein van Azenbroek heel wat commentaren op zijn supporters. Ik denk dat we één vol huis hebben gehad, hè, tegen West Ham wellicht. Hè. In de competitie geen ene keer. Hè. Na de wedstrijd bedankte hij dan wel uitvoerig de ultras. Die mannen zijn hier, die mannen waren hier, die mannen hebben zich heel de match laten horen. Hoe belangrijk is het dat zo'n coach daarin meegaat in dat verhaal? Zijn switch was opvallend, maar ik denk wel dat het belangrijk is voor de supporters en zeker om de supporters opnieuw te lokken. Dat je toch wel de coach hebt waar supporters toch mee naar opkijken en die toch een bepaald figuur heeft in Gent, dat hij zo'n interview na de wedstrijd geeft om toch de supporters terug te krijgen. We zagen ook nog na de wedstrijd deze tweet van twee superfans van Onno van de Wallen. Die hoopte dat volgende keer iedereen erbij zou zijn en dat hij ook al heel wat gesponsord had met zijn biergebruik. Blijkbaar waren de bekers op in de Gelamco Arena, hebben ze er nieuw besteld in Nederland. En die zouden nu dus kleiner zijn dan de vorige, maar iedereen moet wel evenveel betalen. Dus minder bier voor evenveel geld, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk als je supporters opnieuw wilt lokken, dan denk ik niet dat eraan gaat helpen. Drink je af en toe een pintje? Op de gepaste momenten. En dan heb ik toch zo liefst zoveel mogelijk voor een goede prijs. En dan in Marbella met Joff Hermans en die hele groep is dat dan? Daar zal dat onder andere wel een keer gebeuren, ja. Je blijft heel diplomatisch. Ik moet oppassen wat ik zeg. In Jan Breidel zijn wij en onze bondscoach een beetje op onze honger blijven zitten. De twee hoogtepunten zijn de misser van Emo, denk ik dan, en deze gekke turnbeweging van Marlon Fassi. Daan, hij heeft het al vaker gedaan, dacht ik. Hè? Ik heb het nogal zien doen, ja. En ook na zijn doelpunt heeft hij ook al wel een paar kuntjes laten zien. Dus leuk atleet. Ben jij ertoe in staat? Absoluut niet. Nee, er is geen turner aan jou verloren gegaan? Nee, lenigheid is niet mijn kwaliteit of mijn sterke punt. Dus daar ga ik me niet aan laten vangen. Belangrijk wel, onze bondscoach Tedesco zat in de tribune met Frankie Verkouteren. Voor wie kwam hij kijken, denk je? Ik denk in de eerste plaats dat hij sowieso zijn tour aan het doen is in elk stadion. Ik heb hem bij ons op Charleroi ook al een keer zien passeren. En ik denk niet dat er op deze moment bij ons iemand in aanmerking komt voor een rode duivel. I'm fine! Totally fine! Cerkelen zijnde denk ik toch dat Siquin in aanspraak zal komen. Ja, Siquin rechtsachter, een positie waar wel al wat jongens gekend zijn bij de rode duivels. Maar komt hij in aanmerking in de nabije toekomst, denk je? Als ze op deze manier blijft doorspelen, denk ik het wel. Voor mij persoonlijk is hij misschien wel de transfer van de winter. Cerkelen naar een nog hoger niveau gebracht. Dus ik denk dat hij op termijn wel in aanmerking zal komen. En ervoor gezorgd dat jullie niet in play-off 2 zaten? Ik voelde hem al komen, maar het is waar, ja. Het klopt, ja. Hoe heb je het verteerd? Ja, het is jammer. We trainen nu een beetje door om ons eigenlijk bezig te houden. Dus ik denk dat we nog wel een paar leuke wedstrijden hadden kunnen hebben. Onder andere met Westerlo had het nog wel leuk geweest voor mij persoonlijk om er nog twee keer tegen te komen. Het is jammer, maar het is een lang seizoen geweest, dus vakantie is ook welkom. Ja, maar Cerkel dus met heel wat Belgen ook. De man, Somers, komen zo meteen in mijn gedachten. Zijn zij een toevoeging voor die Europlayoffs? Ja, Cerkel is natuurlijk niet de meest aantrekkelijke naam, maar ik vind wel dat ze onderschat voetbal spelen. Ik denk dat er geen enkele ploeg graag tegen Cerkel speelt. Ze hebben een hele directe stijl van spelen. Als de bal
de laatste 5 meter over de lijn gaat, dan gooien ze hem elke keer in voor de goal. Dus het is geen makkelijke ploeg om tegen te spelen. En ik denk als je in die top 8 staat, dan denk ik dat het op het einde van de rit verdiend is. Twitter stond er vol van een weergaloze Mike Tresor in de 3-1-overwinning van Genk tegen Club Brugge. Hij evenaart nu het assistenrecord van Stroepar met 22 stuks. Hij is een baller. We kunnen het niet anders zeggen, Daan. Klopt. Als je bij 30 goals betrokken bent voor het einde van het seizoen, mocht je jezelf een baller noemen. Ja, Vince, de burner-account van Company, ik weet het niet, de foto is wel hetzelfde, tweette: Tresor is veruit de beste speler op het veld. Man, 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 wat een speler. Hoe zou jij hem beschrijven? Als hij zijn prestatie van tegen Brugge nog enkele weken verder doet, dan gaat Genk een grote kans maken, denk ik. Als je hem tijd en ruimte geeft, kan hij de ballen leggen waar hij wil, stilstaande fase. Hoekschoppen. Ja, hij forceert af en toe wel een beetje die assist, heb ik het gevoel. Hij wou natuurlijk dat record evenaren. Hij zoekt enorm naar assist, naar die laatste pas. Hij heeft soms de kans om te trappen, maar kiest dan toch voor de pas. Maar uiteindelijk, wie zijn wij om er iets van te zeggen? Inderdaad, ik herinner me wel dat hij tegen jullie niet zo goed was. Hoe hebben jullie hem aangepakt? Hoe hebben jullie op hem verdedigd? You shall not pass! Ik denk dat Nkuba toen een hele sterke wedstrijd speelde, die er heel kort op zat, niet veel ruimte gaf. En dan haalt je hem een beetje uit de wedstrijd, maar ja, toch, 1 assist. We zouden bijna denken, met zo'n cijfers, dan maakt hij volgend seizoen een transfer. Of maakt hij de overstap? Waar zie jij hem spelen? Ik denk dat hij in de Spaanse competitie zich wel thuis zal voelen. Waar ben jij dan? In de buurt? Hè? Op een hoger niveau. Genk Club Brugge was best een aardige pot. Kan dat vanavond ook worden? Hoeft dat niet? Ik zal je eerlijk zeggen, daar heb ik nog helemaal niks van gezien. Belangrijke nuance, Van Bommel keek natuurlijk niet naar Genk tegen Club Brugge omdat hij die bekerwinst aan het vieren was. Wat hij wel zag, was een verdiende overwinning op Union. 0-2. Daan, Antwerpen op weg naar de dubbel? Op deze moment ziet het er wel naar uit. Mijn gevoel ging eerder uit naar Union de afgelopen weken. Maar ik denk dat mijn mening moet herzien. Het zou wel bijzonder zijn, want sinds 1996 hebben we het niet meer meegemaakt dat iemand de dubbel pakte. Toen was het Club Brugge. Ja, makkelijk zal het absoluut niet zijn. Met Club Brugge, dat nu ook nog in de top 4 is geraakt, heb je nog een extra moeilijke wedstrijd erbij. Union en Genk, die allebei voor de titel spelen. Everybody just calm down. Dus vanzelf zal het absoluut niet gaan. Het voelt vaak wel een beetje zakelijk aan, niet echt flitsend, niet weergaloos, net zoals in de bekerfinale. Ja, die jongens doen hun job. Ja, absoluut. Ze hebben niet altijd de bal en ze maken het spel ook niet. Maar dat is ook hun grootste kwaliteit. Het verdedigende, de clean sheets die ze dit seizoen al gehaald hebben, dat spreekt voor zich, denk ik. En ze hebben natuurlijk ook wel bepaalde spelers die op elk moment van een wedstrijd het verschil kunnen maken. 7 tegendoelpunten in 2023, dat is knettergek. Is dat het Alderwereld-effect? Het Alderwereld-effect, maar ook het Buté-effect, lijkt me. Als je ondertussen aan 20 clean sheets zit in de competitie, kun je het zo op hun beide opschrijven. Maar ook Pacho, die langs Alderwereld staat, heeft ook een schitterend seizoen achter de rug. De twee Bags die elke week een wedstrijd spelen. Dus Alderwereld zou wel een leider erin zijn. Goedemiddag. Maar het is toch de volledige verdediging. Ja, jullie hebben er 6 op 6 tegengepakt met Charleroi. Wat was het geheim? Ja, ik denk hun toch een beetje de bal geven en hun het spel laten maken. Ik denk dat wij hun spel gespeeld hebben en een beetje op de counter geloerd hebben. Wat dat zij nu de afgelopen weken toch een beetje gedaan hebben, de anderen het spel laten maken. En ik denk dat wij dat tegen hun geprobeerd hebben. En als zij het spel moeten maken, heb ik het gevoel dat ze toch nog iets moeilijker hebben dan als ze de andere ploeg de bal geven. De overwinning tegen Union betekent dat het weer heel wat spannender wordt in die top 3 met zicht op die titel. We moeten wel nog eens terug naar een moment in de eerste helft waarbij Vermeer een beetje ongelukkig de bal op de hand van Bataille trapt. Is dit voor jou een penalty? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de ref ook heel duidelijk was in zijn signaal dat geen strafschop was. Dus ik denk dat we daar absoluut niet mee moeten beginnen. Een laatste vraag voor jou, Daan, en dat is misschien de moeilijkste van allemaal. Wie wordt er kampioen? De moeilijkste, inderdaad. Zoals ik net heb aangegeven, denk ik dat Union een hele grote kans gaat hebben. Maar ik denk toch dat Antwerpen het over de streep gaat trekken. Dat was een laatste noot om mee af te sluiten. Daan, ik ga ervan uit dat jij binnenkort op vakantie vertrekt. Die zijn ondertussen gepland, ja. Spanje staat te wachten begin juni. Tot midden juni, totdat we het seizoen terug aanvatten. Dus kijk er naar uit. Dat is mooi. Ik wil jou bedanken om hier vandaag te zijn. Heel veel plezier op vakantie. Dank je wel. Wij blijven nog even onder de Belgische zon. Komende maandag zijn we er opnieuw met aflevering 2 van Playoff Stories. Deze keer dan met Luna van Zijer en niet met Daan Heijmans. Tot dan.